Annick en Roy, bekend van het vorige seizoen van Over Mijn Lijk... lijken momenteel een moeilijke tijd door te maken. Op Instagram deelde Annick recentelijk een bericht... waarin ze aangaf dat het even wat minder gaat. Hoewel ze niet expliciet ingaat op de reden achter hun uitdagingen... hint ze naar een belangrijke afspraak die hen heeft geraakt. In haar bericht beschrijft Anik haar dag als veelbelovend gestart... maar eindigend met vermoeidheid en emotie. De afspraak van die middag, die ogenschijnlijk van groot belang was... Blijkt een impact te hebben gehad die ze mogelijk onderschat had. Ze benadrukt dat iedereen op zijn eigen manier met dergelijke situaties omgaat, maar dat vermoeidheid voor haar een prominente rol speelt. Hoewel Annick niet in detail treedt over de aard van hun uitdagingen, deelt ze wel dat ze wallen als een malle heeft. Ze erkent dat haar volgers mogelijk gefrustreerd zijn door het gebrek aan concrete informatie, maar benadrukt dat ze gewoon wil laten weten dat het soms even minder goed gaat en dat daarom haar aanwezigheid online wat afneemt. Annick deelt haar gevoelens en wijst op het belang van het uiten van emoties, zelfs als ze niet alles hoeft te delen. Recentelijk kreeg Roy ook nog eens slecht nieuws na een bezoek aan het ziekenhuis voor een routine MRI-scan. De uitslag bracht een plekje naast de tumor aan het licht, wat zorgwekkend is. Annick deelde op Instagram dat ze over vier maanden meer duidelijkheid zullen krijgen, maar de onzekerheid en spanning zijn nu al voelbaar. Het is duidelijk dat Annick en Roy momenteel een emotionele en uitdagende periode doorgaan, Waarbij de gezondheidssituatie van Roy een extra laag van zorg toevoegt. Hun openheid op sociale media geeft een inkijkje in de menselijke kant van het omgaan met onzekerheid en tegenslagen.